Ik ben Danielle Denis. Ik werk voor Commonland. En Commonland is bezig een project op te starten in het Veenweidegebied. En doen we met boeren, met natuurorganisaties. Kijken we op landschapsniveau. En we proberen te werken richting een toekomstbestendig landschap. Waar ruimte is voor zowel ondernemen als natuur. En wat we hier vanavond hebben gedaan is praten over de bodem. Want het begint bij een gezonde bodem. Dus alleen even je naam. En wat doe je? Ik ben Hilde van Korven en melkveehouder in Nederland. Ik werk als programmaleider voor het Living Lab Natuur Inclusieve Landbouw in Friesland. Ik doe een cursus van akker naar bos over voedselbossen. Ja, ik ben René Jochems van Groeibalans. Dus ik heb een onderzoeks- en adviesbureau in de agrarische sector en ook in de natuurwereld. Waar bodemgezondheid centraal staat. En wij proberen vanuit bodemgezondheid gezonde gewassen, gezond voedsel te produceren en een gezond milieu te krijgen. Iedere grondsoort die onderscheidt is een CEC. En een CEC staat voor Cationic Exchange Capacity. Sorry, ik heb het ook niet verzonnen. Cationen uitwisselcomplex is de accu, de batterij in je bodem die de mineralen vasthoudt. Zoek even een groepje van 3 tot 4 tot 5 man. Vul zoveel mogelijk van deze plaatjes in, heeft om ongeveer 10 tot 15 minuutjes. De keuze die je maakt of je dan in productiviteit omhoog zou willen gaan of dat je besluit van we zijn blij met het. Gewassen in de kast hebben wij ook om de biologie in de kast te laten overwinteren. Je kan niet werken vanuit een steriele structuur en dan in één keer een gewas beginnen. Ik ben benieuwd om te kijken of die vragen nu echt beantwoord worden. Dus René, succes! Het verschil tussen biologisch en gangbaar, daar hoeft geen verschil te zijn. Dat is een hokje. Waar die overmaat bij een biologisch bedrijf is, heb ik nog steeds een mineraalprobleem. En dat komt veel voor. Maar het wil niet zeggen dat er per se meer voeding in mijn eten zit. Bij een drijfmest heb je een rottend systeem. En rottend systeem moet je omkeren naar fermenteren of composteren. Anders dan krijg je het niet gezond. Je zou het verrotten kunnen voorkomen door geen urine aan de mest te laten reageren. Er is geen één proces in een plant waar geen bacterie bij betrokken is. Als er geen bacteriën leven, dan kiemen zaden ook niet. Ik zou het mooi vinden als mensen de gezonde bodem gaan linken aan hun eigen gezondheid en aan hun milieu. Dat hangt daar namelijk erg aan elkaar, maar daar zijn we helemaal niet van bewust. Dat het kleine stukje teelt aarde waar wij op wonen, werken en leven, dat onze eigen gezondheid mede dirigeert. Ik ben Hendrik Kreugen. Ik heb samen met mijn ouders een zoogkoeienhouderij in Roelofsloot. We hebben koeien van het ras Limousin. Daarmee beheren we natuurgebieden en ook een gedeelte eigen grond. Ja, ik ben hier met het project bezig, omdat ik wil de grond eigenlijk nog optimaler krijgen, zodat je nog meer betere kwaliteit producten af kan leveren. Een gezonde bodem, dat zorgt voor een gezond gewas. En ja, daar blijven de koeien ook beter gezond bij. Een gezond gewas bevat meer mineralen, meer antioxidanten, meer gezondheidsbevorderende stoffen. Ontstekingsremmers onder andere. Dus dat de koeien gezonder zijn en dat ze uiteindelijk ook een gezonder vlees leveren. Met een betere vetzuurverhouding en ook voldoende mineralen. Bedankt voor jullie komst en ik hoop dat het een inzichtelijke avond is geweest. En weet ons te vinden zometeen bij de borrel op de bodem. Ja, dat mensen gewoon een standpunt hebben. Hè, maar als je ze volgende week ziet, dan zijn ze toch over het nadenken. Een interessante avond met een heel gevarieerd publiek. En dit soort avonden, dat zet je weer even aan het denken van er is veel meer en waar zijn we nu eigenlijk mee bezig en wat zijn de gevolgen van wat ik doe. Je bent heel snel geneigd als boer om hetzelfde te doen als je buurman. En ik vind dat het de laatste 10 jaar nog veel meer gebeurt. En waar je eigenlijk daar mee bezig bent, is dat je eigenlijk de diversiteit kapot maakt.